Hi allemaal, mijn naam is Aniek, ik ben 19 jaar oud en ik ben een tweedejaars student van de opleiding International Development Management. En mocht je nou geïnteresseerd zijn in verschillende culturen, verschillende werelddelen, mocht je de mensheid en de aarde willen helpen door middel van werk later en hou je van oplossingsgericht denken, blijf dan zeker even kijken, want dan is deze opleiding misschien wel wat voor jou. En ik ben nu zelf net een paar maandjes terug uit de Filipijnen, waar ik 3 maanden stage heb gelopen bij een NGO die samen met inheemse bevolkingsgroepen de biodiversiteit beschermt. En ik heb hier eigenlijk al best wel heel goed kunnen meedraaien met het team, met alles wat ik heb geleerd in het eerste jaar. En dat is vooral, dat is eigenlijk beide theorie en praktijk. Want heel veel van de theorie, dat wordt gelijk in de praktijk toegepast tijdens je opleiding. En dan tijdens je stages kun je dat nog verder uitdiepen, nog verder doen wat jij leuk vindt. En in deze studie en tijdens stages gaat het veel om het samenbrengen van verschillende aspecten in de maatschappij. Dus het politieke, economische en sociale. En hoe kun je aan dingen werken, duurzame oplossingen en ideeën aandragen die gesupport worden door al deze groepen. En dat is ook iets wat ik later graag wil gaan doen als werk. Ik wil graag groepen die niet voor zichzelf op kunnen komen, wil ik graag helpen en steunen, zodat zij dat kunnen. Door ze de kennis en de middelen aan te bieden die ze nodig hebben om voor zichzelf op te komen en om bij te dragen aan een betere wereld voor zichzelf en voor anderen. En dat is gewoon iets wat ik graag wil doen. Maar er zijn ook klasgenoten die graag met fairtrade principes willen werken, met natuurrampen of juist met vluchtelingen. En dat is het leuke, want deze studie is zo ontzettend breed. En je kunt je echt focussen op wat jij leuk vindt, waar jouw hart ligt, waar jij goed in bent. En dat is niet het enige wat ik leuk vind aan deze studie, want de school is ook gewoon ontzettend gezellig. Het is heel internationaal. Studenten en docenten zijn haast één groep. In en rond Arnhem en Velp is er ontzettend veel te doen. Er zijn uitgaansgelegenheden, winkels, we hebben de Veluwe dichtbij, een eigen landgoed bij school. Dus voor iedereen is wel wat leuks te zien en te doen. En mocht je nou denken, die opleiding of die school lijkt me wel wat, neem dan zeker eens een kijkje op de website www.hval.nl. En wie weet zie ik je volgend jaar op school.